Dames en heren, om erbij te zijn op de slag van de Gulden Sporen werd hij veel te laat geboren. Maar dat hij voor de Vlamingen wil strijden, bewijst hij iedere week in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De Vlaamse belastingbetaler, de Vlaamse spaarder, de Vlaamse automobilist, hij neemt ze allemaal in bescherming tegen Vivaldi. Dames en heren, graag uw applaus voor ons boegbeeld hier in Kortrijk, de ondervoorzitter van onze Kamerfractie, Wouter Vermeers. Goede vrienden, goede Vlaamse vrienden, welkom in Kortrijk, welkom in onze Gulden Sporenstad. Wij zijn bijzonder blij dat de weergoden ons voorlopig beter gezind zijn dan 2 jaar geleden toen het onophoudelijk regende. En laat mij het, nu het mosselseizoen deze week is begonnen, eerst eens hebben over onze goede vriend Vincent van Quickenborne. Wij kennen hem natuurlijk als de voormalige burgemeester van deze stad, maar u kent hem vandaag nog veel beter als de minister van loze beloftes en aankondigingspolitiek. Hij zou de straffeloosheid aanpakken, maar daar is nog niets van in huis gekomen. Criminelen zijn vandaag vaak sneller buiten dan het proces verbaal is geschreven. Hierdoor raken onze agenten gefrustreerd en verliest de burger het vertrouwen in het gerecht. Terwijl in Vlaanderen een groeiende meerderheid gewonnen is voor een krachtdadige justitie, heerst in Franstalig België een ongeziene laksheid. Het gevolg is een verwaarloosde en ondergefinancierde Belgische justitie. Willen we de angst van kamp doen veranderen, dan moeten wij kiezen voor meer Vlaanderen. We moeten ons verlossen van het lakse Waals-Belgische justitiebeleid en kiezen voor meer gerechtigheid. Alleen wanneer we baas zijn in eigen huis, kunnen we opnieuw recht doen zegevieren. Enkel door te kiezen voor een Vlaamse justitie kunnen we recht opnieuw rechtvaardig maken. Van Quickenborne beloofde strengere straffen. Hij beloofde een hardere aanpak. Maar wat lazen we deze week in de pers? De zwaarst veroordeelde pedofiel van Vlaanderen werd vrijgelaten na slechts een fractie van zijn straf. En dat moest allemaal heel snel gebeuren, snel en in het geheim, zodanig dat het in alle stilte, zodanig dat het niet geweten mocht zijn. Werkelijk wraakroepend. Beste Vincent van Quickenborne, een samenleving die de allerzwaksten, onze kinderen, niet beschermt, kan zich geen rechtsstaat noemen. Wat nut heeft het om 19 jaar cel uit te spreken als men na enkele jaren al vrijkomt? Voor het Vlaams Belang is het duidelijk. Elke straf moet tot de allerlaatste dag worden uitgezeten. En al zeker geen vervroegde vrijlating voor pedofielen. Bescherm onze kinderen. Is er dan nog iemand verwonderd dat de Open VLD stilaan richting de kiesdrempel gaat? Al 25 jaar maken de Vlaamse liberalen deel uit van zowat alle regeringen in dit land en België is absolute recordhouder in zaken belastingen betalen geworden. En dan vragen ze zich af bij de VLD waarom ze peiling na peiling wegzakken. Zelfs de eigen partijvoorzitter zag het niet meer zitten om die Vivaldi-regering te gaan verdedigen en is het ondertussen afgetrapt. De partij reageert er trouwens op de laatste slechte peiling dat de Open VLD, en ik citeer, in de campagne zijn tanden zal tonen. Einde citaat. Wij vragen ons oprecht af of dat die Vlaamse Liberale Partij na 25 jaar regeringsdeelname überhaupt nog tanden over heeft. En als we minister Frank van den Broeke nog vaak laten onderhandelen met de Open VLD, dan denk ik dat sommige Open VLD-ministers wellicht al helemaal geen tanden meer over hebben. Want beste vrienden, neem nu die fiscale hervorming. Volgens de OESO betaalt het Vlaamse volk ondertussen de meeste taksen op arbeid. Niet alleen van Europa, niet alleen van dit continent, maar van de hele planeet en wellicht van het ganse heelal. Meer nog, onder deze regering is het alleen nog maar erger geworden. De belastingdruk is de afgelopen jaren nog verder doorgestegen, want Vivaldi is een onvervalste belastingregering.
En ik kan een ganse waslijst van nieuwe, zowel zichtbare als verdoken belastingen opsommen. Extra accijnzen op onze energiefactuur, extra btw op kleine pakjes, een vliegtaks, het kliketsysteem aan de benzinepomp, een bijkomende tax op plastic, de niet-indexering van de belastingverminderingen en vrijstellingen, de duurdere boetes van Van Quickenborne, hogere accijnzen op sigaretten en tabak, de afschaffing van de professionele diesel, extra btw bij de kinesist en de tandarts. En ik kan zo nog een hele tijd doorgaan, beste vrienden. Er komen zodanig veel belastingen bij dat zelfs wij West-Vlamingen er niet meer in slagen om ze allemaal snel genoeg te ontwijken. Nee. Nee, serieus. Het gaat hier stuk voor stuk om platte belastingverhogingen. En dat is natuurlijk het resultaat van een federale regering met een Vlaamse minderheid. Een regering die gedomineerd wordt door linkse en Waalse partijen. Want die sturen de rekening maar al te graag door naar de Vlamingen. Het is dus hoog tijd, beste vrienden, om de rollen om te draaien. Want minder OCMW spelen van de wereld. Minder migratie betekent minder belastingen. Ook minder graaiende politici. Minder parlementen en dus meer Vlaanderen betekent minder belastingen. Laat ons daar nu eindelijk eens werk van maken. En ik moet u denk ik niet meer overtuigen van het feit dat de financiële toestand van België zorgwekkend is. En maar laat ons geloven dat het geld op is. Als het gaat om het betaalbaar houden van onze winkelkar, onze energiefactuur of de prijzen aan de pomp, dan heeft de regering geen centen meer. Er is slechts één ding waar er blijkbaar wel nog geld voor is, en dat is voor nog meer asielzoekers. Voor asiel alleen al heeft deze regering, federale regering, dit jaar meer dan 1 miljard euro uit. U hoort het goed, meer dan 1 miljard in slechts één jaar tijd. En het betreft hier voor alle duidelijkheid enkel de kostprijs van asiel in de strikte zin van het woord. De kosten waar wij mee opgezadeld zitten door decennia lang asiel- en migratiewanbeleid vallen hier helemaal niet onder. Als we ook die in rekening zouden nemen, dan spreken we over vele miljarden euro's. U hebt het trouwens vrijdagavond gezien. In Nederland valt de regering over het asielbeleid, maar niet in België, wel in tegendeel. Want weet u hoe de regering, deze federale regering, extra geld heeft gevonden om de extra miljoenen te zoeken voor de bijkomende asielplaatsen van staatssecretaris van CD&V De Moor? Heeft deze regering in de laatste begrotingscontrole bespaard op de laagste pensioenen en uitkeringen? Gepensioneerden die hier jarenlang hebben gewerkt en bijgedragen, mogen dus dokken voor asielzoekers die hier nooit een klop hebben gedaan. Asielzoekers zijn in dit land ondertussen beter af dan de eigen mensen met een klein pensioentje. Dat is niet alleen schandalig, het is ook wraakroepend. Bespaar op migratie, niet op onze allerzwaksten. Bespaar op asiel en niet op onze gepensioneerden. Elke peiling, elke bevraging, elke verkiezing opnieuw bewijst dat de grote meerderheid van de Vlamingen die toestroom aan illegalen en asielzoekers moe is. De eis om een migratiestop die klinkt steeds luider. Maar binnen België kan dat nooit veranderen, omdat Waalse partijen zoals de PS en Ecolo elke migratieverstrenging blokkeren. Voor hen is de massale toestroom van vreemdelingen een levensverzekering op nieuwe kiezers en een krachtig wapen tegen onze partij, het Vlaams Belang, hoe men het ook draait of keert. Een strenger migratiebeleid is alleen mogelijk als wij Vlamingen als Vlamingen eindelijk het heft in eigen handen nemen. Vlaanderen heeft nood aan een migratiestop, niet uit haat voor de mensen buiten onze grenzen, wel uit liefde voor de mensen binnen onze grenzen. Uit liefde voor Vlaanderen en de Vlamingen. Enkel in een Vlaamse staat worden we opnieuw baas in eigen land. En Vlaamse vrienden, tot overmaat van ramp blijkt uit diverse rapporten dat ook de schulden van de deelstaten explosief stijgen. Zeker Wallonië blijft de schulden opstapelen en de oorzaak is niet ver te zoeken. Met zijn socialistisch beleid
duwt het zuidelijke landsgedeelte zichzelf dieper in het rood. In dit Wallonië is er een populistische hangmatcultuur, een cultuur waarin er niet mag geraakt worden aan de verworven rechten van het PS-electoraat en geen enkele hervorming in dit land nog aanvaardbaar is. En ik hoorde, vrienden, ik hoorde vrijdag op de radio trouwens dat Wallonië kampt met een wasberenplaag. Er was op Radio 1 een dierendeskundige die aan het woord werd gelaten en die zei het volgende. Wasberen die zien er heel schattig uit, maar ze zijn het niet. Het zijn roofdieren, echte opportunisten. Wasberen klimmen, graven en zoeken overal eten. Ze zijn zo opportunistisch dat ze een bedreiging kunnen vormen voor onze inheemse dieren. Wel, beste vrienden, die wasberen doen mij eigenlijk een beetje denken aan Waalse PS-politici. Ze zien er dan wel niet schattig uit, maar het zijn wel echte opportunisten die onze Vlaamse economie ondergraven en zo een bedreiging vormen voor onze Vlaamse samenleving. Want vrienden, de PS zegt no tegen elke betekenisvolle hervorming. Zegt no tegen het op orde krijgen van de financiën en de Vlaamse Vivaldi-partijen laten dat allemaal begaan. Zonder radicale koerswijziging stevend dit land af op het totale bankroet. Binnen België worden wij als Vlamingen onvermijdelijk meegesleurd in dat schuldenmoeras. Enkel als wij kiezen voor meer Vlaanderen, dan kunnen wij dat noodlot afwenden. Het is hoog tijd voor de ordelijke opdeling van België. Adieu aan de Walen, gedaan met betalen. En Vlaamse vrienden, ik rond af. We hebben het in juni aangetoond met ons communautair congres. Wij, het Vlaams Belang, wij hebben ons huiswerk gemaakt. Zonder politieke spelletjes te spelen en zonder op de knieën te gaan voor de PS. Wij bereiden de Vlaamse onafhankelijkheid voor. Want de federale regering startte ambitieus. Er zouden grote hervormingen komen. Deze regering zou anders aan politiek doen. Met meer respect voor elkaar en tonen dat België wel nog werkt. Maar niets blijkt ondertussen minder waar. Vivaldi is gefaald en België loopt compleet vast. We betalen met z'n allen de hoogste belastingen van de wereld en toch is de staatskas leeg. We krijgen bij de laagste pensioenen van Europa en er heerst straffeloosheid bij justitie. De onveiligheid stijgt en onze grenzen zijn zo lek als een zeef. En daarom is het tijd om het roer om te gooien. Want meer Vlaanderen betekent minder belastingen en meer ruimte voor hogere pensioenen. Met een Vlaams zelfbestuur kunnen we eindelijk kiezen voor een rechtvaardige justitie, een kordaat veiligheidsbeleid en een strenge migratie. Onze boodschap is daarom helder. Wie een hart heeft voor onze mensen, zet Vlaanderen op de eerste plaats. Laat ons de Belgische komedie stoppen. België barst! Vlaamse vrienden, ik heb nu de eer en het genoegen om uw aandacht te vragen voor de man die ons peiling na peiling blijft verbazen. De man die wandelde van Oostende naar Brussel. De man die zich niet laat afschrikken door een dolgedraaid agent. De man die ons binnen een jaar moet leiden naar een klinkende verkiezingsoverwinning. Dames en heren, uw warm applaus voor onze voorzitter Tom van Grieken. Beste Vlamingen, beste Vlaams Belangers, welkom op onze derde sporenvering. En als nationaal voorter kom ik wel eens in Vlaanderen, maar hier in Aalbeke ben ik nog nooit geweest. En ik moet u meegeven, als u te ver van het terrein verwijdert, dat u misschien nog wel gulden sporen of een verdwaalde Franse ridder gaat tegenkomen. Enkel maar om u te willen bedanken om helemaal hier naar Kortrijk te komen. Beste Vlamingen, we gedenken op 11 juli gedenken we de Slag der Gulden Sporen. Dat was trouwens een moment waarop het Vlaams volk zijn rug richtte tegen een Franstalige elite. En sommige pseudo-Vlamingen durven te stellen dat dat de enige keer is dat Vlamingen hun rug gerecht hebben. En dat Vlamingen eigenlijk maar een laf volk zijn, een mak volk.
Maar is dat eigenlijk wel zo, beste vrienden? Wel, wij zijn nationalisten, wij zijn volksnationalisten, wij zijn Vlaams nationalisten en wij geven om onze geschiedenis en kennen onze geschiedenis van Vlaanderen. En de geschiedenis leert ons dat onze contrijen door de eeuwen heen bevolkt zijn geweest door rebelse en moedige Vlamingen. De Brugse Mette en de Gulden Sporenslag zijn misschien de meest gekende. Een heroïsche en historische veldslag waarbij een Vlaams voetleger voor het eerst ooit een zogenaamd onoverwinnelijk Frans ridderleger versloeg. En niet zomaar versloeg, nee, we hebben die gewoon echt in mootjes gehakt. Er ging een schokgolf door heel feodaal Europa. Maar eigenlijk gaan we vandaag vieren en herdenken, is eigenlijk maar één moment van onze opstandige volksaard. Denk maar aan de moedige Gentenaars. En ik heb er veel vandaag hier aanwezig gezien, de moedige Gentenaars die het ooit opnamen tegen keizer Karel. Of denk maar aan het dappere verzet in onze contrijen tegen de Spaanse koning Philip II, die aan de hoofd stond van een heel wereldrijk. Of denk aan de Boerenkrijg die het opnam tegen een ongeziene Franse Republiek. Of het sociale en Vlaamse verzet onder leiding van Daans tegen de uitbuiting van het niets ontziende kapitalisme. Het verzet van Vlaamse soldaten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het verzet van Leuven-Vlaams tegen een Franstalige academische elite. Of onze Vlaamse strijd langs de taalgrens tegen de Belgische refrensingspolitiek. Wij hebben, beste vrienden, wij hebben verdorie een traditie van het opnemen tegen machtigere en grotere machten. Vlaanderen is al eeuwenlang een broeihard geweest van verzet. Dus laat u niets aanpraten. En al zeker niet rond onze Vlaamse feestdag. Vlamingen zijn wel een moedig volk. Vlamingen zijn wel een dapper volk. Vlamingen zijn wel een opstandig volk. Het enige verschil vandaag met al die andere moedige momenten in het verleden is dat we vandaag de dag laffe leiders hebben, beste vrienden. Bange, bange Vlaamse leiders die eerder op een goed blaadje willen staan bij onze tegenstanders. Die schouderklopjes willen van de Parti Socialist en het Koningshuis, maar geen schouderklopjes willen van de Vlamingen die hen verkozen hebben. Een elite die de belangen verdedigt van supranationale organisaties en de EU en niet de belangen van de Vlamingen verdedigt. Een politieke elite die inzit met mensen over gans de wereld, maar die de Vlaming die het steeds moeilijker heeft in de kou laat staan. En dan word ik boos. Wat zeg ik boos is te licht uitgedrukt, dan word ik woest wanneer ik Gilles de Crevit zou zeggen afgelopen dagen: ik laat mijn Vlaamse leeuwenvlag niet kapen door het Vlaams Belang. Excuseer, Hilde. Wij hebben de Vlaamse leeuw niet gekaapt. U hebt onze Vlaamse leeuw weggemoffeld en weggestoken. U hebt onze vlag en ons volk in de steek gelaten. De V van CD&V is net als de V van VLD. Die stond de afgelopen decennia niet voor Vlaams, maar voor verraad. Dus, beste Hilde, wij hebben uw vlag niet gekaapt. Wij hebben geen vlag gekaapt. Wij en wij alleen zijn onze Vlaamse leeuw trouw gebleven. Wat zeg ik? We hebben onze Vlaamse leeuw opgeblonken. We hebben ze weer glans gegeven. We hebben ze weer fierheid gegeven. En dankzij Flip de Winter hebben we ze in het Vlaams parlement geplaatst. Ik beloof dus die politieke elite, en dat zijn al die andere partijen, 9 juni 2024, dat wordt minstens zo spectaculair als 11 juli 1302. Alleen, goedendag zijn een beetje uit de mode, dus gaan we het doen met stempotlood. Beste Vlamingen, het doet me ook pijn zo vlak voor 11 juli te moeten vaststellen dat de N-VA eigenlijk ook een traditionele partij zoals de VLD en de CD&V is geworden. Ik heb het al vaak gezegd, maar het strategische parcours van de N-VA en Bart De Wever valt eigenlijk heel eenvoudig samen te vatten. Bij de oprichting was de N-VA voor Vlaamse onafhankelijkheid en tegen de PS. 20 jaar later is de N-VA tegen Vlaamse onafhankelijkheid en voor de PS. 20 jaar de N-VA aan de macht heeft België niet veranderd. 20 jaar aan de macht heeft de N-VA veranderd. En daarom trekt De Wever en Co. in 2024 met hetzelfde recept naar de kiezer als in 2014.
Een recept trouwens, beste vrienden, dat er is afgeserveerd en afgestraft is geweest in 2019. En datzelfde oneetbare confederalisme heeft men dus opnieuw uit de diepvries gehaald en dat ligt nu wat te ontdooien. Hun geprefereerde partner om dat confederalisme te realiseren, dat is de PS van Paul Magnet. Die PS die resoluut onze onafhankelijkheidsgedachte afwijst, maar die ook heel helder is over het confederalisme. En ik citeer: dit confederaal model heeft geen zin voor ons. We zullen zeker niet over confederalisme spreken, gewoon niet. Point final. Aldus Paul Magnet. En de reactie van de N-VA, nadat ze zo zijn afgewezen door hun socialistische vrienden, de reactie van de N-VA, nog meer hun broek afsteken. Bij monden van Theo Franke werd ons zelfs gevraagd om geen lijsten in te dienen in het federale parlement. Dat moet toch wel echt het meest ultieme zwaktebod ooit zijn, beste vrienden. Dus, Theo, wij gaan uw aanbod om geen lijsten in te dienen met plezier afslaan. Vroeger, beste Theo, wachten zogenaamde Vlaams nationale partijen nog eerst de verkiezingen af, alvorens ze plat op hun buik gingen voor de Franstaligen. De N-VA wacht zelfs daar niet meer op. De N-VA gaat al plat op de buik voor de verkiezingen. En ik kan misschien al bollig zijn, maar ik vind dat een ware, ware schande. En ik snap ook helemaal niet waarom het de N-VA zoiets zegt, omdat de N-VA in tegenstelling tot ons wel een gesprekspartner zou zijn voor de Franstaligen. Maar misschien zeg ik iets revolutionair, beste Theo, Bart en Jan Bon. Maar als de Franstaligen niet willen praten met de grootste Vlaamse partij en bij uitbreiding daarom ook niet met de tweede grootste partij, is dat dan niet vooral een probleem van de Franstaligen? Of vindt de N-VA misschien dat Paul Magnet, een Waalse PS'er, mag beslissen wie de Vlamingen vertegenwoordigen in plaats van de Vlamingen zelf? Ik alvast niet en ik denk u ook niet. Wij zijn echte democraten en het zijn de Vlamingen die gaan bepalen wie de Vlamingen gaan vertegenwoordigen. En ik heb een sterk vermoeden dat in 2024 dat het Vlaams Belang zal zijn. Beste Vlamingen, beste Vlaams Belangers, jullie voelen dat ook, hè? Je voelt dat er een momentum is waarbij Vlaanderen eigenlijk met de vuist op tafel kan slaan. Waar Vlaanderen eindelijk tegen Wallonië kan zeggen: ça suffit, het is genoeg geweest. En in zowat alle peilingen is het Vlaams Belang, onze partij, de grootste partij, op enige afstand gevolgd door de N-VA. En ja, er zijn verschillen. Zowel strategische als inhoudelijke verschillen tussen ons en de N-VA, en maar goed ook. Maar er zijn volgens mij toch ook wel enkele overeenkomsten. Ik heb wat opzoekingswerk gedaan de afgelopen dagen en ik citeer uit de statuten van de N-VA, punt 1.1, doelstelling. In haar streven naar een beter bestuur en meer democratie kiest de nieuwe Vlaamse Alliantie logischergewijs voor de onafhankelijke Republiek Vlaanderen. Einde citaat. En in onze beginselverklaring staat: de partijstrijd voor een onafhankelijk Vlaanderen, die betekent het einddoel is de ontbinding van de Belgische staatsstructuur en de stichting van een onafhankelijke Vlaamse staat. Ik kan mij vergissen. Ik ben dan wel geen politicoloog, maar daar zijn toch wel enkele overeenkomsten. Ik zie daar dat de doelstelling waar we het met de N-VA, een doelstelling waar we het met de N-VA over eens kunnen zijn. Dus noem mij naïef, maar ik reik ook dit jaar weer de hand naar de N-VA. Maar deze keer niet meer naar die elitaire, wereldvreemde partijtop die de voeling met hun eigen basis kwijt is. Ik reik de hand naar de gewone N-VA'er. Dus, beste N-VA'er, roep uw partijtop tot orde. Zeg dat u het beu bent, dat de N-VA zijn karretje telkens opnieuw hangt aan het karretje van de socialisten van PS en vooruit. Zeg uw partijtop dat u geen lid wilt zijn van een N-VA die staat voor nieuwe vooruitalliantie. Zeg hen dat u zich wilt inzetten voor een nieuwe Vlaamse alliantie. Zij aan zij met ons Vlaams Belang. Laat 2024 een afspraak zijn met de geschiedenis. Laat 2024 het momentum worden.
En ik geloof oprecht dat 2024 dat politiek momentum is, zoals Gerald Vannemans in zijn boek beschrijft. Laten we na de verkiezingen de handen in elkaar slaan en de Vlaming eindelijk een rechts- en Vlaams beleid geven, waar ze al zo lang voor stemt. Laten we samen die mooie gezamenlijke droom waarmaken, een vrij en onafhankelijk Vlaanderen. Beste Vlamingen, beste Vlaams Belangers, beste nationalisten. Op 11 juli 1302 stond het gevaar buiten onze stadsmuren. Vandaag komt het grootste gevaar misschien wel van binnen onze stadsmuren. Nooit in de geschiedenis en nergens in de wereld hebben migranten zoveel kansen gekregen als in steden in West-Europa. In ruil voor al die kansen krijgen we criminaliteit, profitariaat en een haat voor onze cultuur en onze beschaving. Verwijst natuurlijk naar de rellen in Parijs en Brussel. Want als het brandt in Parijs, dan moeten er blijkbaar ook bij ons auto's smeulen. Zijn jullie dat ook zo ongelooflijk beu? Telkens wanneer er iets misloopt aan de andere kant van de wereld, of het nu een misgelopen politiearrestatie is of een gewonnen voetbalmatch op het WK, telkens opnieuw wordt er aangegrepen om rellen te veroorzaken, onze steden kort en klein te slagen. Een Vlaams spreekwoord zegt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat is het toch wel echt. De overheid slaagt er niet in om zijn eerste taak te vervullen, de veiligheid te garanderen. In onze grootsteden is multicultureel steeds meer een synoniem voor multicrimineel. Enkel een harde aanpak zal dat tuig van gedacht doen veranderen. De angst moet van kamp veranderen. Het zijn niet brave burgers die schrik moeten hebben, maar dat rellend allochtoon tuig. Beste Vlaams Belangers, het blijkt ook iedere keer dat die rellende allochtonen steeds jonger en jonger en jonger worden. Vele van die gearresteerden, vaak een meerderheid, blijken minderjarig te zijn. En nadien staan de kranten, de gazetten staan dan vol dat wij als Vlaamse samenleving hen in de steek hebben gelaten. Dat wij Vlamingen hen te weinig kansen hebben geboden. Wel, beste vrienden, dat riddeltje ben ik ook zo beu. Als er steeds vaker minderjarigen op de eerste rij staan om te rellen en de boel af te breken, dan is dat niet onze verantwoordelijkheid, maar de verantwoordelijkheid van hun ouders. En die ouders die worden trouwens rijkelijk betoelaagd met kindergeld, opgehoest door die werkende Vlaming. Geef daarom een duidelijk en klaar signaal. Wie niet horen wil, moet voelen. Neem het kindergeld af van die minderjarige relschoppers. En uiteraard ben ik kwaad op die relschoppers daar. Maar feitelijk ben ik nog veel, veel kwaader op die linkse multiculturele partijen die al zo lang aan de macht zijn. Die politieke elite die er miljoenen niet-Europese allochtonen hebben toegelaten. Ook hier in ons land. Vorig jaar waren er niet minder dan 36.000 asielaanvragen. Dat betekent dat er iedere twee jaar een stad qua omvang van Kortrijk bijkomt van asiel- en gelukszoekers. Polen en Hongarije daarentegen, die hebben wel moedige leiders. Die hebben het helemaal niet zo ver laten komen. Die denken wel aan de belangen van hun land en hun volk. In Polen en Hongarije zien we die problemen van allochtonen, werkloosheid en van criminaliteit helemaal niet. Want wat we de voorbije weken in Frankrijk zagen, waren niet alleen rellen, beste vrienden. Dat was een regelrechte oorlogsverklaring aan ons Europa, aan onze cultuur en onze beschaving. Het decennia lang beleid van open grenzen heeft geleid tot deze toestanden. Professor Markel Gerdes heeft overschot van gelijk wanneer hij zegt dat die rellen geen uitzondering zijn, maar een structureel gevolg van massa-immigratie. Er is volgens mij, beste vrienden, nog nooit een probleem opgelost door dat probleem groter te maken. Laat het ons daarom nog maar eens duidelijk herhalen. De grenzen moeten toe. Stop de massa-immigratie.
We zijn natuurlijk niet naïef en soms krijg je dan de vraag, ja, wat gaat je dan doen met alle mensen die hier al reeds zijn? Wel ja, kijk, daar gaan we ook een duidelijke boodschap moeten aan geven. De grenzen moeten toe. En met de mensen die hier zijn, daar gaan we het Vlaanderen van morgen mee moeten bouwen. Maar met drie groepen nieuwkomers gaan we dat niet doen. Wie er alleen maar is om te profiteren van de sociale zekerheid. Wie er alleen maar is om criminele feiten te plegen en onze steden af te breken. En wie er alleen maar is om een extreme vorm van de islam aan te hangen, maar vindt dat holibies van gebouwen gegooid moeten worden en vrouwen minderwaardig zijn, daar zal het Vlaams Belang nooit of te nimmer het Vlaanderen van morgen mee bouwen. Die rotte appels die het voor iedereen verpesten, die krijgen van het Vlaams Belang een enkeltje terug naar hun eigen land. Laat het gezond verstand zegevieren, stop de massa-immigratie, stop het koloniseren van onze steden en maak eindelijk duidelijk, wie onze samenleving niet respecteert, is hier niet welkom. Wij zijn van plan om nog heel lang baas in eigen land te blijven. Dus, beste Vlamingen, dus, beste Vlaamsbelangers, dus, beste nationalisten, voor ik u laat genieten van een geweldige sporenviering, laat maar eens heel luid en duidelijk zijn. Op de vooravond van 11 juli zijn wij complexloos voor een onafhankelijk Vlaanderen. Maar dat onafhankelijk Vlaanderen moet ook een Vlaams Vlaanderen zijn, waar wij Vlamingen ons thuis voelen en waar onze mensen op de eerste plaats komen. Ik dank u. Mag ik alle parlementsleden op het podium verzoeken om samen met ons de tweede strofe van ons nationaal volkslied, De Vlaamse Leeuw, in te zetten.